Ik was natuurlijk vorig jaar was ik nog prof en dan konden dit soort dingen eigenlijk niet. En nu fiets ik dit jaar geen wedstrijden meer en vind ik het gaaf om me voor dit soort events in te zetten. Want ja, het is goed om iets voor mensen te doen natuurlijk. En ja, als je ook ziet hoeveel steun mensen hier het halen, dat iemand zoals ik, die altijd gekoerst heeft, meedoet, ja, dat geeft mij ook een kick. Het is de eerste keer, wat Johnny ook zegt, hij heeft het nooit kunnen doen omdat hij altijd aan het koersen was, hij was altijd weg. En dit zou voor ons denk ik ook wel speciaal zijn, samen naar Mont Ventoux omhoog. Ik heb altijd halverwege gestaan met bekertjes water en nu fiets ik hem zelf met hem omhoog.